Het is ontstaan eigenlijk in 2013. Toen had ik zelf een nieuw lettertype ontworpen, gewoon voor mezelf, om privé te gebruiken. En toen dacht ik, het is leuk om daar een tekening in te stoppen van een kruikenzeiker. Want als ik die tekening erin stop, dan kun je altijd zien aan dat lettertype dat het uit Tilburg, dat in Tilburg gemaakt is. Maar hoe stop je een tekening in een lettertype? Toen dacht ik, het mooiste is het natuurlijk als je gewoon het woord typt en het woord verandert in die tekening. We hebben Tilburgse gebouwen en plekken die erin zitten. Tilburgse verhalen en geschiedenis, Tilburgse bekende mensen, zeg maar, en dialectwoorden. Dus we zijn nu op 90 en we zijn nu bezig met een serie van 33 nieuwe en die wordt, als het goed is, voor de zomer gepresenteerd. Maar het is wel zo dat de meeste lettertypes natuurlijk geen pictogram hebben en dat maakt het wel bijzonder. Hebben we met heel veel mensen in de stad gepraat. En ook besloten om het echt een apart project te maken. Niet ons te verbinden aan een of andere organisatie of de gemeente of zo, maar gewoon een apart een kunstproject. Eigenlijk hebben we gewoon een portret gemaakt van Tilburg zoals het is. In de letters, zowel als in de pictogrammen. En we hopen dat het geslaagd is. We zijn zelfs soms ook heel aangenaam verrast door waar het eigenlijk allemaal opduikt en hoe mensen het allemaal toepassen. Ja, je kunt ze eigenlijk zo gek niet bedenken of je komt Tilburg wel weer ergens tegen in de stad.